Ik denk dat Enkhuizen treurt, ja. Het is gewoon echt een schok. Ik vind het echt, ik vind het vreselijk. Kwart over vijf, dat was een hevig geraas. Het was echt net vuurwerk, zo'n knetterbom. En toen ging ik bij het raam staan te kijken. Toen zag ik allemaal grote golven en daar lag de boom in het water. Die was omgevallen. Het was even oud als eigenlijk het Snoepverlozenpark. Het is al 118 jaar deze zomer. Dus, Een iep, een treuriep. En dat is heel jammer dat hij weg is. Dat was een gezicht van het park. 2 jaar terug is hij helemaal door een boomchirurg gerestaureerd. En ja, hij zei al, je kan erop wachten hoor. Hij is eigenlijk helemaal verrot. En duizenden mensen op de foto gegaan hierop met hun bruidsreportages. Dat is, die zullen we nou missen, de bruidjes. En wat moet er nu met dat hout gaan gebeuren? In de open haard, denk ik. Het is, als ik nou de deur uitkom, dan zeg ik, hey, dat is een kaal gezicht, ja. Toch een beetje een trieste dag? Ja, ergens wel, ja. Ik zeg al, ik was er toch wel lichtelijk onthikt van vanmorgen dat ik las dat die boom omgevallen was, ja. Ja, heel bijzonder eigenlijk.